Dus ja, dan nooit van tevoren naar gekneed van zijn. Je hebt je dijvenbrood weer gewoon met water gedaan. Nee. En met je vust? Zout, ja, dat weet dan morgen. Dan niet. En met de brood, ja, dat deed dan weer met, dat deed dan weer met melk. He. Ah, ja, ja. Maar gewoon tarwebrood en dijvenbrood en weer gewoon met water. En gist en zout. Ja. Gekneed en al, en dan liet je daar eens. En dan na... Hoe lang moest dat eens? Nou ja, na een minuutje, een kwartier. Ja. Dat moet een beetje warm staan, he, dan moet een beetje warm staan. Ah, ja. En dan nog een blik of jouw mandjes. En dan werd dat dan echt gedaan. He. En die blikken die werden zo in de oven geschoven, maar die mandjes die mocht je dan weer uitkippen. Dan had je weer zo'n ovenpalen, zo'n stok, een oude stok met zo'n blad aan. En dan werd dan die mandjes brood weer opgekipt en dan weer niet zo in de oven gestoken. Als het was zo tandigheid vanzelf om dat te doen. Dat was nog hier werken, dat bal? Ja, en weet je, we hadden ook altijd idee dat dat was toch zo lekker overkoekenbak. Ja, en hoe ging dat? Ja, die had dan ook op dat ronde ding gekregen, dan had je dan weer nog, en dan pak je een dotje dicht, en dan sloeg je dan je plat. Maar je mocht oppassen dat er geen gaatjes in kwamen. Ja. En dan schoof je dan goed in, dan mocht de oven nog vlam. Ah, ja. De touw mocht nog vlam. En dan maak je plekjes gewoon en dan deed dat die... Dan zo'n beetje schudden, dan een beetje blom op die dik en dan schoofde dat af. En dan valt dat zo op die vloer en die brandde de hoofd, niet? Ja. En dan ging dat mooi naar boven. Dat was lekker, zeg. Ja, die lekker. Waren lekker, joh. Ja, die waren lekker. Kan dat nog zeggen. Nou, dat deed men altijd, hoor. En dan zeggen ze een overkoeken. Overkoeken. Ah, ja. Nou, aan de man dan naar het land waren en dan mocht men de koffie brengen. Ja. En dan aan de bakken, dan was het altijd een overkoeken. Met boter en... Suiker, brune suiker, ah, ja. Of soms ook wat in mijn stroop. Je zou goed te krijgen. Lekker. Dat is wel goed. Ja, dat is een beetje lekker hoor. En vooral van witte brood en krentenbrood worden ook zo lekker. Ja, dat wordt kostelijk. Ja. Krentenbrood bakte ook. Ja hoor. Oh. Dat was ook feest. Ja, Pasen, en Pinksten en Kerst. Dan weet dat al. Of wat je ook wat je zin te krijgen. Ja. Alles werd toch vroeger zelf gebakken. Nee. Ja, maar dat is dan toch even zo'n... 30, 40 jaar terug. Ja, ja, maar dat is het. He. Ja, ja hoor. En dat brood als het gebakken was, dan werd het er terug uit. Ja, dan werd het er weer uitgehaald. Nee, met de ovenpan. Ja, dan haal je dat met die rochel, met die koter. Die trok je dat zo dan nooit toe. He. En dan mocht dat licht afkoelen. Op de tafel. De tafel lag dat. En dan neem je dat wel een keer met een beetje koude koffie mee naar mijn mosseltje van boven. Ja? Smeren. Zacht kostjes ook, hè? Ja. Ah, ja. En hoe krijg je het brood? Een vette brood, dat deed dan weer een beetje beter, hè? Of zoiets, een beetje vettigheid. Maar een dijvenbrood had je gewoon weer een beetje koude koffie gedaan. Ja? En dan bak je vanzelf voor een hele week een lik, hè? Dat was zo dat vroeger, hè? Ja, dat was altijd vrijdags. De vrijdag? Ja, dat was de vrijdag. Meestal de vrijdag. En dan de kader zo een heel lang boot liggen en dan heb je die brood dan opgeleid. Recht opgezet? Ja, zo helemaal af. Ja, recht op deze vorm. Ja, maar het plat dan niet. Ze plat gelijk als dat heel afgekoeld wordt. Ja. Want dat was de werk op de boerderij.